Bij een ongeval op het terrein van een chemisch bedrijf aan de Vlasweg in Moerdijk is donderdag aan het eind van de morgen een vrouw gewond geraakt. Op het bedrijfsterrein waren mensen bezig de lading van haar vrachtwagen te lossen. De vrachtwagen raakte daarbij uit balans en kantelde, waardoor de chauffeur ze bekneld kwam te zitten. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Zij is met diverse botbreuken overgebracht naar een ziekenhuis. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in.